Chris Woerts is na 18 jaar wederom uitgeroepen tot meest invloedrijke sponsorman van het jaar. De vaste gast van vandaag een site staat daarom op de cover van het tijdschrift Sponsor Report. Het valt echter op dat hij er op die foto ontzettend kalend uitziet. Hebben wij die cover ook? Want je hebt bijna geen haar op die cover, roept Wilfred Gené. Ja, dat kan goed kloppen, legt Chris uit in vandaag een site. Nee, klopt. Wilfred, hier heb je nog haar als je hier zit. Hoe kan dat dan? Chris, klopt. Net als Eus heb ik haar ingeplant. René van der Gijp verbijsterd, jij? Chris, ja, twee jaar geleden. Eus heeft zich kaal geschoren en ik heb het niet kaal geschoren. Gewoon ingeplant. Tussendoor. Wilfred vindt het nogal slordig dat zo'n tijdschrift dan een oude foto gebruikt. Het is dus een oude foto die ze gebruikt hebben ervoor? Chris, ja, ik denk goedkoop, hè? Johan Derksen, Gerard, Joling, Red, heeft toch ook nep haar? Chris, ja, Gerard heeft het ook gedaan. Dik advocaat, die trainer Sjors Ulte die ontslagen is bij Kambuur. Die is al twee keer geweest. Overigens is Chris erg tevreden over het resultaat. Het werkt wel, hè? Dat is twee jaar geleden, denk ik. Tweeënhalf jaar geleden. Dat ik voor de eerste keer bij jullie in de uitzending zat, was het precies hetzelfde. Vier jaar geleden is hij boos dat de sponsor Report een oude foto heeft gebruikt? Dat is een gratis fotootje, denk ik. Dat is niet rijk, hè, zo'n blad.